weer Liesbeth bij me van Ursuline Mechelen. Ja, Liesbeth, waarom zijn we hier vandaag? Wel, het is een speciale dag voor ons vandaag. Zoals je misschien kan horen, is het feest voor ons op de speelplaats voor leerlingen. Omdat we de grote prijs hebben gewonnen, de hoofdprijs, uitgereikt door VZW Tumult rond ons antipestbeleid. Wij zijn eigenlijk de vertrouwensleerlingen en wij zorgen ervoor dat alle leerlingen die niet zo thuis voelen op school eigenlijk naar ons kunnen komen om een babbeltje te doen in plaats van met leerkracht of met ouders, zodat ze ook hun gemak voelen in de school zelf tussen leerlingen. Dus vandaag draait het hier rond pesten. Is dat heel belangrijk voor jullie eigenlijk? Ja, dat is toch een heel belangrijk thema, omdat je het niet altijd ziet, maar het er wel is. Het bestaat nog altijd. En we hebben een goed beleid, dat is nu gebleken met de prijs en ook een goede pestpreventie. We zorgen er ook voor dat cyberpesten, wij voorkomen dat ook omdat wij een leerkracht hebben die cyberpesten opspoort en daar samen uit gaat komen met leerlingen zelf. Wordt er dan nog zoveel gepest hier op school of gaat het enkel om cyberpesten? We zien het niet, dat is het probleem. Wij zien zelf niet dat er echt gepest wordt, maar als ze ons inlichten dan gaan we natuurlijk altijd zorgen dat de leerlingen er zich terug goed bij voelen. En natuurlijk, het bestaat altijd pesten en wij proberen dat echt te voorkomen. Wat zijn zo de meeste dingen die gebeuren? Uitsluiting van klassen tegenover leerlingen hebben we al een paar keer voorgehad. Of bijvoorbeeld als er van oude scholen, en dan komen ze naar deze school en dan krijgen ze geruchten van oude scholen, waardoor dus kinderen ook niet op hun gemak voelen omdat het pestgedrag eigenlijk gewoon overgedragen wordt naar deze school. En de donuts die ik net heb zien uitdelen, wat is daar de bedoeling van? De bedoeling, de slogan is daarvan do not pest. Dus dat is eigenlijk zo'n Engelse grapje van pest niet. Wij vinden dat niet oké, wij treden daarvoor op en wij gaan er echt van alles voor doen om dat echt te vermijden en de leerlingen gewoon goed te laten voelen op school. Weten jullie iemand dat gepest wordt? Ja. Hier op school? Nee. Is dat erg, vind je, gepest worden? Ja. En waarom? Dat kind heeft niks misdaan en dan moet je die ook niet pesten. Is dat iets dat je meedraagt, gepest worden? Wat denk je? Ja, dat is wel erg natuurlijk, maar ja, soms kun je daar zelf niks aan doen, maar sommige mensen die lokken het zelf ook zo'n beetje uit en zo. En dan... Hier op school zelf denk je niet dat er veel gepest wordt, wat denk jij? Ik denk het niet, ik weet het ook niet zo goed. Ja. Er wordt heel veel tegen gedaan. Ja. Oké, bedankt meisje. Kennen jullie iemand die gepest wordt hier op school? In onze klas zat een meisje die gepest wordt door iemand anders uit de klas via het internet. En die is nu van school veranderd. Omdat hij haar niet goed voelde. Maar ze vertelde dat eigenlijk niet alleen tegen de leerkrachten, dus dat is wel goed. Maar wij wisten daar eigenlijk niks van als klas. En hoe denk je dat ze pesten moeten aanpakken? Ze moeten gewoon stoppen met zo onbeschoft te doen tegen iedereen. En heb jij een idee hoe ze dat moeten aanpakken om niet gepest te worden? Met mensen praten erover. En mensen praten en dan gaan ze u wel helpen, denk ik. Maar niet alleen ermee blijven zitten, want dan kun je het zelf meestal niet oplossen. Hier op school hebben jullie toch mensen waar je naartoe kunt als je een probleem hebt? Ja, er zijn wel leerkrachten die ons helpen waar je mee gaan praten. We hebben ook een babbelboom en daar kan je ook gaan zitten en dan kan je met mensen praten. En dan helpen ze u wel een beetje. Wie is de VZW Tumult? Dat is toevallig ook een Mechelse organisatie die scholen ondersteunt in het geven van advies en vorming rond het uitbouwen van een warm en verbindend schoolklimaat en specifieke samenwerkingen heeft rond de antipestorganisaties van Vlaanderen. Ja. Zeg Liesbeth, die prijs, hoe belangrijk is die voor de school? Toch wel heel belangrijk, omdat het ons ook wel heeft toen beseffen door er aan mee te doen en we moesten een heel lijvig dossier indienen en door alles eigenlijk op te lijsten waar we mee bezig zijn, dat verband houdt met pestpreventie, pestactieplannen, dat we toch wel heel veel doen dat bijdraagt aan een warm schoolklimaat. Sinds dit schooljaar hebben we geïnvesteerd in een antipest cybercoach. Omdat we de laatste jaren hebben gemerkt met de opkomst van niet alleen de gsm, maar zeker ook de smartphone op school, dat het niet alleen belangrijk is om een persoonlijke aanpak te hebben van leerlingen, maar ook een snelle aanpak in zo'n situaties.
We hebben sowieso heel veel laagdrempeligheid ingebouwd voor leerlingen om situaties te komen melden. En als er dus meldingen zijn rond cyberpesten, is het toch belangrijk dat we snel kunnen optreden. Want als er kwetsende beelden, uitspraken, noem maar op, wat online is verschenen, is het ook van belang dat die dingen ook heel snel getraceerd kunnen worden en verwijderd kunnen worden. Dat is altijd natuurlijk de eerste stap. En dan gaan we verder nadenken van wat is er nodig om de situatie terug te kunnen herstellen tussen alle partijen die erbij betrokken zijn. Maar zo'n dingen kunnen heel snel gaan, dus het is belangrijk om er snel bij te zijn. En daarnaast hebben we ook wel gemerkt dat het belangrijk is om echt te investeren in een goede klasgroepwerking. En klasleraren die werken daar heel hard voor. We investeren ook in onthaaldagen voor eerstejaars, in klasdagen voor de hogere jaren. Maar daarbovenop hebben we dit schooljaar ook onze jarenlange Peters-Meterswerking, dus leerlingen van het vijfde die zich ontfermen over de eerstejaars, hebben we verder uitgebouwd en omgevormd naar een klasondersteunende werking. Dus nu hebben we telkens twee Peters of Meters die gelinkt zijn aan een klas van het eerste jaar, om echt die mee te helpen aan een sterke klasgroep. Want dat is toch nog een heel belangrijk middel in de strijd tegen pesten, dat een groep goed aan elkaar hangt en dat we snel kunnen inspelen op mogelijke spanningen. Gaat het dan enkel over cyberpesten of wordt er echt nog veel gepest binnen de school zelf? Als het dan gaat het meestal over uitsluitingsmechanismen. Hè, omdat we met een leeftijd zitten waarin dat in hun ontwikkeling heel belangrijk is om ergens bij te horen. En ergens bij horen doen ze dan soms ook door zich af te zetten van anderen. En dan krijg je uitsluitingsmechanismen. Dat gaat niet altijd gepaard met echte pesterijen, maar het kan ook heel kwetsend zijn. Ja, om die prijs te verkrijgen eigenlijk, op welke criteria hebben ze zich dan gebaseerd? Ja, ze hebben ons gezegd dat wat voor onze school een van de redenen was dat we er dan blijkbaar uitsprongen ten opzichte van de anderen, is omdat we de insteek van de diversiteit echt wel genomen hebben en dat er harten hebben genomen. Omdat we ook vorig jaar via participatie van leerlingen aan de werkgroep diversiteit signalen kregen dat er toch meer en meer moeilijke situaties zijn van leerlingen onderling, van verschillende etnische groepen. Echt vervelende opmerkingen die met huidskleur te maken hebben, die echt veel schade toerichten. Zo zijn we dan begonnen met een, we hebben dat genoemd onder de noemer van haatspraak. Hè. We zijn tegen haatspraak, een no-hate campagne. We hebben dan rolmodellen gezocht binnen de school van verschillende etnische groepen die eigenlijk samen het statement willen maken van wij doen hier niet aan mee, wij zijn hier tegen. En zo is dan eigenlijk onze meet, mix, match visie ontstaan, waar we dan vorig jaar een grootschalige week rond hebben opgezet.